het wordt pas weer van waarde als er iemand een aluinaardefabriek in Suriname zou willen vestigen. Dus we moeten hem nooit slopen. Zolang hij er staat, in welke staat hij, hij staat er. Hij staat ergens op de kaart. Je kan hem in principe altijd opstarten. Ferrier kan niet genoegzaam aangeven dat het voortbestaan van een raffinaderij de bauxietsector veilig stelt. Indien daadwerkelijk zal worden overgegaan tot ontmanteling, de bouw van de nieuwe plant reeds moet zijn gestart. Dit, ongeacht de uitkomst van een haalbaarheidsstudie over het opzetten van een nieuwe aluinaardefabriek voor de verwerking van onze huidige bauxietvoorkomens. Uiteindelijk zal het enorme voordelen opleveren bij het wederopstarten van de plant. Het levert van de eerste dag af blauwe cijfers in de vorm van arbeidslonen. Sowieso, onder alle omstandigheden. In tweede plaats, het levert blauwe cijfers in de vorm van you are going to buy materials. Zand, grind, steenslag. Arbeidsdiensten van aannemers. Dat gaat je helpen. Hoeveel, dat is de manier waarop je dat programmeert en uitwerkt. Ja? Je bent er altijd beter aan toe. Kijk, slopen. 2 jaar lang verdienen een paar mensen wat geld. Die transporteur verdient wat geld en dan is het afgelopen uit. Dan ben je weer in de situatie waar je was voor 1916. En in 1916 behoorde Suriname tot de 10 armste landen ter wereld. En waren we na Bolivia het armste land op het Amerikaanse continent. Wil je daar terug gaan?